Vraag je, weet jij wat de EN1627 is? In Europa vinden we veiligheid belangrijk. Daarom is gezamenlijk bepaald wat de inbraakwerendheid moet zijn van deuren, ramen, vliesgevels, traliehekken en luiken. De eisen en klassificaties zijn vastgelegd in de EN1627. In de EN1628, EN1629 en de EN1630 zijn de beproevingsmethodes vastgelegd voor de bepaling van de weerstand. Hoe hoger de weerstandsklasse, hoe zwaarder de test. Vloerrolluiken laat de rolluiken testen. We willen namelijk dat ze voldoen aan de eisen van de EN1627. Deze tests worden uitgevoerd door SKG ICOP. In de EN1628 wordt de weerstand tegen statische belasting getest. Hierbij wordt gemeten of het rolluik genoeg weerstand kan bieden tegen het opkrikken conform de norm. Oh, kijk uit! In de EN1629 wordt de weerstand tegen de dynamische belasting getest. Dit is voor de weerstandsklassen RC1, 2 en 3. De hogere RC4, 5 en 6 klassen zijn te sterk voor deze beproeving. In de EN1630 wordt de weerstand tegen manuele inbraakpogingen getest. SKG ICOP bestudeert de productietekeningen en doet enkele voortesten. Met deze voorkennis wordt de inbraakpoging gekozen. Conform de klasse wordt gekozen voor de geoefendheid van de testpersoon. Ook wordt bepaald met welk gereedschap de manuele inbraakpoging wordt uitgevoerd. De weerstandsklasse bepaalt de contacttijd van het gereedschap en de proeftijd. Na een geslaagde test en het vastleggen in een rapportage wordt er een COMO-attest afgegeven. Voor het behoud van de COMO-attest is jaarlijks onderhoud door vloerrolluiken nodig. Dus nu weet u, vergelijk rolluiken, maar vraag wel naar het COMO-attest.